bij debestebarbecue.nl. Achter mij staat een doos met de Dual Chef van Outdoor Chef. De Dual Chef is eigenlijk zo'n grote buitenkeuken die we kennen, maar met twee kleppen naast elkaar. Dat betekent dat je met twee temperatuurzones kunt werken. Maar stel dat je geen groot feestje hebt en gewoon lekker even met z'n tweeën wil grillen, kun je er maar eentje aanzetten en dat spaart natuurlijk een hele hoop gas. Tijd om te kijken, wat zit er in de doos? Kom maar mee! Het eerste dat opvalt, en dat doen ze bij Outdoor Chef echt super goed, is dat je meteen een welkomstmapje krijgt. En in dat welkomstmapje vinden we een pasje, een loginkaartje voor de website, dat heeft alles met garantie en dergelijke te maken. We vinden de handleiding en die is nog op blok voor de Dual Chef. Ik gok dat hier inderdaad ook de bouwtekeningen in zitten. Nou, de bouwtekeningen van Outdoor Chef die kunnen groots openen. En dat heeft ermee te maken dat ze vaak wat minder stapjes per pagina doen. Maar ook dat is bij deze eigenlijk best wel oké. Ik zie lekker veel stapjes. Veel onderdelen, gereedschap. De vraag is nog even, zit het erbij, maar dat gaan we zo meteen ook uitzoeken. En verder vinden we nog een beetje inspiratie. Dat is het. Nou, tijd voor ons om deze uit te gaan pakken en in elkaar te gaan zetten. En wat we dan ook vinden tijdens het uitpakken, een gasregelaar. Dat is natuurlijk een mooie service van Outdoor Chef. Dat is een besparing die anderen vaak maken. Gewoon lekker niet die gasregelaar erbij doen. En hier, ja, gastankje zelf nog even regelen. Je kunt meteen aan het grillen. En wat echt super mooi is, die hele doos die kun je lekker uit elkaar plukken. Tot je uiteindelijk de brander overhoudt. En ook daar zitten nog wat doosjes in. Dus ja, tot nu toe gaat het echt super makkelijk. Kijk, en dit is helemaal super, een mooie doordrukstrip. Niet alleen met schroefjes en boutjes, maar ook met batterijen en zelfs alle gereedschappen die je nodig hebt. Ja, wat dat betreft merk je hier wel dat je een iets duurder Outdoor Chef hebt. De afwerking is luxe. Overigens, voor het stroomgedeelte hebben we ook nog een modulaire kabel bijgeleverd gezien. Ik geef toe, ik heb nog niet zo heel erg verdiept in alle specificaties van deze barbecue, dus ik was steeds nieuwsgieriger naar wat we hier nou hebben. Nou, we zijn lekker aan het bouwen met het kastje. Wat opvalt, hele mooie, stevige, grotendeels metalen wielen eronder. Dus het kan echt wel wat gewicht hebben. Aan de achterkant ook geremd. Maar moet je eens kijken, er is een kastafwerking. De kast wordt daadwerkelijk heel mooi gescheiden van boven en van opzij. Dus je kunt spullen daar echt redelijk stofvrij in kwijt. Dit is de eerste buitenkeuken in 3 jaar debestebarbecue.nl waar ik deze afwerking zie. Alles is gepoedercoat, dat is ook hartstikke goed. Veel gebruik van profielen om het stevig te maken. En kijk even naar de elektronica hier, want dat hebben we ook nog niet meegemaakt in een buitenkeuken. Normaal doe je een paar batterijtjes voor de ontsteker. Maar je ziet hier een modulaire stekker hangen. Je ziet daar een adapterblok. Daar zie ik nog het een en ander. Het is echt... ik ben echt heel benieuwd. Dit hierboven, zeg maar, het traditionele ontstekingsblokje wat we bij alle merken zien. Dat op batterijen werkt. Maar ik ben echt super benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren. Een thermometer monteren in een barbecue kan lastig zijn, want je wil hem recht hebben en niet scheef. En doorgaans zit er maar één zo'n montagepin bij. Dat is niet het geval bij deze Outdoor Chef. Hier is een extra pinnetje en kijk. Dan heb je hem eigenlijk altijd gewoon recht zitten. Ah, goed, en deze kant zie je het niet eens. Maar ja, altijd recht eigenlijk. Hier zit een klepje, daar moet je zo meteen deze modulaire kabel op aansluiten. En dit is echt weer heel mooi gedaan van Outdoor Chef. Want je moet erop drukken, dan komt hij naar voren. Kijk, en dan heb je hier keurig je aansluiting. En dit is meteen een soort van afdakje. Mocht het toch onverwacht gaan regenen, dan blijft het nog een beetje droog. En dan keurig magnetisch, keurig met een drukdingetje. Netjes hoor. De Outdoor Chef Dual Chef heeft in totaal 6 oplaadbare batterijen. Naast dat hij 230 ook nog vraagt, hè, dus netstroom. Ik ben heel benieuwd hoe hij hiermee omgaat. Ik vind het in ieder geval nu al een hele spectaculaire barbecue. Hij zit in elkaar, de Outdoor Chef Dual Chef. Dat wil zeggen, we moeten de gasfles nog even inzetten. Maar voor de rest is die helemaal compleet. Nou, wat dus opvalt, en daar praat ik net ook al over, een keurige vakverdeling voor de kastjes. Dus je kunt rechts gewoon echt spullen gescheiden van links kwijt. Links gaan we zo meteen proberen deze enorme Bennegas gasflessen in te zetten. Dat zijn de 10 kilo flessen, dat zijn de grootste. En als ik dat zo kijk, dan denk ik dat dat wel kan. Wat heel gaaf is, is dus echt gewoon meubelmakerskwaliteit scharnieren in de deurtjes. Wel is mijn advies, ga die deurtjes echt als laatste doen. Ze komen eerder in de handleiding, maar op het einde kun je er ook nog goed bij. En zeker als je met al dat kabelwerk bezig gaat,
Dan wil je hier waarschijnlijk gewoon even je benen kwijt kunnen. Dus doe die dutch echt als laatste. Kabelwerk ook is even puzzelen. Mag iets duidelijker in de handleiding. Maar als het eenmaal zit, dan zit het. En je krijgt de kabelclipjes bij. Dus je kunt het allemaal nog een beetje fatsoeneren. Gaan we zo meteen ook nog doen. We hebben hier een vet opvangbakje. Keurig geëmailleerd. Met daarnaast een dingetje om gemakkelijk eruit te kunnen grijpen. Op het moment dat die loei heet is. Je kunt ook gewoon wachten tot het koud is natuurlijk. Net wat jouw voorkeur heeft. Maar hoe dan ook, de hele binnenafwerking ziet er echt super goed uit. Ook dubbelwandige deurtjes. Hier nog een paar extra haakjes voor je tools, voor je doekjes, et cetera. Ja, dit is gewoon echt heel netjes. Allemaal gepoedercoat. Nou, kijken we hier. Daar hebben we bedieningsdisplay knoppen. Zijn verlicht. Overigens ook dus alles op draadloze batterijen en 230 volt. Hier dus allemaal verlichte knoppen. Wat opvalt is dat de zijbrander, het kleine knopje is dat links tussen de twee grote knoppen zit. Meestal zit hij bij de zijbrander, hebben ze hier niet gedaan. En wat ook leuk is, is we hebben hier gietijzer in liggen. Twee halve plaatjes. Hier heb je een heel plaatje, dat je kunt kiezen qua verdeling. Wil ik hem half, wil ik hem drie kwart of wil ik hem één kwart. Het roostertje boven blijft gewoon lekker erin, dat is geen enkel probleem. Maar hier zie je een speciale plaat, want dat heeft alles te maken met de rotisserie grill. Die ligt daar. Die gaan we later nog een keertje reviewen. Maar ook daar is al nu al over nagedacht dat gewoon de hete lucht er goed uitkomt. Vet lekker, vet makkelijk weg kan lopen. Goed over nagedacht. En de hele binnenkant is geëmailleerd. Dus dat betekent na je barbecue sessie natte doek erheen en het is helemaal klaar. Nou, komen we bij de zijbranden. De tafeltjes zijn van RVS. Ja, dat kast in het begin, maar als er heel veel krasjes op zitten is het hartstikke mooi. En als je hem net koopt is het mooi geborsteld. Het klepje blijft overeind staan. Dat betekent ook dat je een beetje bescherming voor de wind hebt. En hier hebben we gewoon echt een hele mooie, hele grote pit. Dus ja, je kunt hier je pannetje saté op klaarmaken. Je kunt ook gewoon zeggen, jongens, we knallen er een koekenpan op en we gaan nog even aardappeltjes doen. Van de andere kant, echte grillen, gooi het lekker met een skillet op het gietijzer natuurlijk. Ja, en dat er gietijzer bij zit, is in deze prijsklasse bijna normaal, maar... Ook dat is gewoon heel erg mooi. Kleine tip van mijn kant, brand het even in. Dat wil zeggen dus dat je hem op 200 graden brengt, lekker gaat invetten, zodat de olie goed kan inbranden op de roostertjes. En dan heb je vervolgens een natuurlijk anti-aanbaklaag. En buiten het seizoen, leg ze binnen, laat ze niet buiten, want dan kunnen ze gaan roesten. En dat is natuurlijk zonde. Dan tot slot de klep. Het is één klep, niet twee kleppen, maar dus wel met een verdeling. In het midden nog een beetje iets extra's, vooral om duidelijk te maken dat het dus om twee zones gaat. We hebben hier keurig twee losse temperatuurmeters, we hebben keurig een metalen handvat. Ja, alles aan deze barbecue lijkt gewoon heel goed doordacht. Scandinavische kwaliteit, dat is duidelijk. Moeten ze ook gewoon lekker met weer en wind buiten kunnen staan. Maar het ding ziet er poepchic uit. Wil je nou meer weten over die Dual Chef die achter me staat, want wij gaan zo meteen helemaal los, check dan de link onderaan de video. En ja, die rotisserie grill, daar komen we ook absoluut later nog eventjes op terug. Maar de review van de complete barbecue zoals die hier staat, check de link onderaan de video. En voor nu, tot ziens! Kijk eens aan, het eerste resultaat. Mooie burgers van Beef & Steak, mooie boudin en blank boudin worsten. We hebben er zin in. Oh ja, en daarachter liggen de moinkballetjes.